Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto vinden we veel wolken boven het westen van Europa. En ook boven het oosten van Europa is veel bewolking aanwezig. Het weer in het oosten van Europa hangt samen met een lage drukgebied boven Finland. Het blijft daar rondjes draaien en zorgt ervoor dat de lucht onstabiel is in die omgeving. In onze omgeving komt er geleidelijk aan een storing opdringen. Die ligt op het moment boven Engeland en Ierland. En het trekt morgen in de loop van de dag naar onze kant. En ook in de Alpen en in het zuidoosten van Europa wordt het onstabiel met een aantal buien. In onze omgeving is het vanavond rustig. Er staat weinig wind, er zijn wolkenvelden, maar het blijft vanavond nog meest droog. Vannacht kan er lokaal een spatje regen vallen en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. En morgen blijft het nagenoeg droog, er zijn wolkenvelden, af en toe breekt de zon door en de temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Zondag is de kans op buien groter. Ze trekken dan van het zuidwesten naar het noordoosten van het land. En de temperatuur die ligt rond 18 graden in het noordwesten en 21 in Zuid-Limburg. Maandag en dinsdag wordt het niet warmer dan 19 graden. Het is vrij fris met veel wind vanuit het zuidwesten. En het is ook wisselvallig met elke dag een paar buien, maar de zon komt er soms ook bij. Als we kijken naar de temperatuur voor de lange termijn, dan zien we dat die vrij rond de normale waarde voor de tijd van het jaar ligt. En dat is 19 of 20 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.